Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je pol Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur, waarin ik alles alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving. Om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Zou je een bestaande Alibaba-merk kunnen registreren bij BUIP? Ja. ja, dat kan. En dat kan een tactiek van je zijn. Uh, het is een tactiek van mij geweest: uh, dat ik een, 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 een merk heb genomen die um, standaard wordt aangeboden door een Alibaba-winkel, door een Alibaba-vendor. Uh, laten we zeggen, uh, uh, I don't know, uh, Pietje Alibaba. Nou, Pietje Alibaba is een merk dat uh, standaard iedereen kan inkopen... bij die Alibaba-leverancier. Dan zou jij Pietje Alibaba kunnen registreren bij BOEP... mits hij nog niet geregistreerd is door iemand anders. Nou, dat betekent dat... Um, ja, dit is een heel sneaky tactiek... maar dat betekent dat jij uh, het recht hebt om dat merk te verkopen. Echter, uh, hou wel rekening mee dat... Voor de rest iedereen uh, het wel kan inkopen. Dus iedereen kan het inkopen, alleen jij beheert dan de verkooprechten in BOIP onder die naam. Dus het kan, ja, het is een heel sneaky tactiek. Yes, weet ik, ik heb het zelf ook toegepast. Um, worden mensen daar blij van? Nee, worden ze niet blij van. Maar het is, het is mogelijk. Het is, uh, het is gewoon legaal. Uh, dus als jij een merk ziet op Alibaba... Uh, een private label merk, of meestal is dat van een uh, training company, dus dat vind ik ook een van de voordelen van een training company, um, dat zij, uh, zij hebben dan een, een merk opgericht en uh, dat merk zou jij dus kunnen registreren en uh, daarmee alleen recht krijgen uh, voor de verkoop. Hou echt de rekening mee dat um, je alsnog een oppositie kan krijgen door merken die er enigszins op lijken um, uh, qua Qua opmaak of qua uitspraak, dus uh, de kans is niet 100% dat jij het merk geregistreerd krijgt. Maar als je dat krijgt, ja, dan heb je een, uh, een, een, ja, een, een soort van private label die je voor jezelf kan claimen. En daar komen heel veel voordelen bij. Dat weet ik omdat ik dat zelf ook heb gedaan. Um, dus ja, ik zou het, uh, het gewoon uh, proberen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief, en om je in te schrijven voor de gratis Product Research Training van een half uur. Dankjewel, tot de volgende keer.